Rotterdam en omgeving. Vuile lucht. Ja, Achel. Pernis. Dat is Rotterdam. Havengebied, Shell, olie. Raffinaderijen, kilometers lang. Rookpluimen. Licht bij nacht. Heel schel verlicht. Van die waakvlammetjes bovenop torens, schoorstenen. Ja, het eerste is weer Rotterdam, hè. Dat is de olie. Wat met olie-benzine-opslagplaatsen dat te maken heeft. Hè. Daar heb ik er niks van. Van de gestolen goederen wordt geschat op 500.000 gulden. En tot zover het Radio Rijnmond nieuws voor dit moment. Meer nieuws over een uur. Op de VCK zit Fred Boontjes. Hij meldt ons dingen van files. De A4 Hoofdvliet richting Waringen voor de Benelux-tunnel 5 kilometer. En vanuit de richting Ridderkerk en voor diezelfde tunnel 4 kilometer. A16 Dordrecht richting Rotterdam voor de Van Brienhoekbrug 5 kilometer. A20 Gouda richting Rotterdam tussen het Schieplein en Nieuwekerk. Langzaam rijden ten stilstandsverkeer over een afstand van 9 kilometer. En voor de Maastunnel staat het verkeer ter hoogte van de Vaanweg stil. Jan van der Putten, Radio ontstaan rond 1250. Toen zijn de gronden hierop is opgehoogd en is er een dijk omgelegd, omdat het voorheen altijd onder water liep. En om het dus droog te houden is er een polder aangelegd. Dat was de polder Lombardije en Dijfelbroek. Dat waren de eerste polders die naderhand de polders Oud-Pernis en Nieuw-Pernis overnamen. En zo is Pernis eigenlijk ontstaan. Rond 1900 hadden we ongeveer 1000 inwoners en dat liep op tot ongeveer 1935, 1938 tot 1200 in verband met uitbreiding van de industrie. Tot het in 1960 een hoogtepunt kreeg dat de binnenbouw hier op Pernis volgebouwd werd, dan hadden wij goed 7200 inwoners. En heden ten dagen rond 1990 zijn er 5100 inwoners op dit moment. Toen zei mijn moeder, joh, ga nu naar Van Dijk. Dat is een goede baas, een goede tuinder. Vraag of hij nog een knechtje nodig hebt met april. Dus ik op een zaterdag daar naartoe, Van Dijk, mijn moeder vraagt, ja dat was dan zo, want jij had dat gevraagd, of je met april nog een knechtje nodig hebt. Ja, wie ben jij? Ik zei nou, van Rinus Robol. Ja, kom maar Ritty, kom maar. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Nou, dat was een tuinder van veel groenten en veel aardbeien. Want in Pernis werd ontzettend veel aardbeien geteeld. Dus dat was, had je veel werk aan, vooral in de zomer. Nou, dat was veel landerijen schoonmaken, niet waar. Tegenwoordig noemt dat een schoffel, maar met de kolen deed dat allemaal bewerken. En poten en planten en wat er allemaal en wat er gaande was. Hè. En plukken. Bonen plukken had je, niet waar. En tomaten plukken had je ook nog, want die hadden een kas.
al die tijd, al die werk, dat deed je dan, hè? Ging met de visserij bergafwaarts, omdat we eigenlijk geen mensen meer konden krijgen die dat beroep wilden uitoefenen. De visserij is begonnen omstreeks 1820 en die heeft goed gelopen tot ongeveer 1890, 1895. Toen kwam hier in de omtrek kwamen de chemische industrieën en de bedrijvigheid kwam op gang. En toen wilden de vissers die vroeger eigenlijk naar zee gingen, waren soms wel een half jaar tot een jaar weg, die mensen. Die wilden meer zekerheid en die hebben een beroep gekozen hier aan de wal. De laatste sloepen werden verkocht in 1919 aan Maassluis. De haven werd gedempt omdat Rotterdam al uit wou breiden met de Eemhavens die hier achtergelegen werden. En toen kon het niet meer in het hele plan de haven blijven in verband met de gevaren van uitvaren van schepen die dan eventueel problemen gaven met de grote schepen van containers die langs de haven varen. Nou, hier ziet u een beetje waar de haven geweest is. Zo. Op deze plaats waar ik nu sta, was vroeger de aanlegplaats van de Pennische boot. Wanneer het normaal water was, legde die hier aan. Was het hoogwater, dan legde die aan de overkant aan, naast de Uiterdijk. Daar bij die witte huisjes aan de overkant. Er was een steiger voor wanneer het hoogwater was en de mensen konden er niet af. Gingen ze daar staan. Dan ziet u ook aan de overkant nog enkele vissershuisjes. U ziet daar beneden ook nog het molenslop. Achter de Uiterdijk, een dwarshuisje daar zo. Nou, dan heb je aan de andere kant, hier zo. Daar heb je dus ook allemaal woningen staan. Er waren dus allerlei bedrijfjes in ook. Hier zo aan deze kant. Allemaal ten behoeve van de visserij. En hier zo dat grote pand wat u hier ziet. Dat is een pand van Schalenkamp. Die is een hele bekende penisser. Die al vroeg in de visserij gezeten heeft. Die maakte daar de zeilen. Er was een tuigenmakerij, een scheepsmakerij. Een zeilmakerij, een scheepsschilder was ik. En deden ze ook de sloepen in onderhoud, hadden ze ook. En dan leverden de verf en de materialen voor de sloepen. Nou, als vervolg van de tuinbouw. Ik zag de winter weer aankomen. En die was 20 jaar. En mijn vader was portier. Dus ik zeg, vader, is er nou geen werk op de fabriek voor mij? Hij zei, we zullen eens kijken. En een paar dagen later kon ik daar naartoe. Dat was eind september. En dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik op die fabriek heb ik 5 jaar gewerkt. Ik wilde wat meer gaan verdienen. Dus zoals nu Niels van den Berg hier en de Shell. Die hadden al die hele landerijen. Die werden omgezet in fabrieken. En hier achter je, Niels, dat werd de haven. En al die landerijen die verdwenen. Neem nu eens, als je naar de Vondelingweg rijdt, daar mag hij straks weer heen. Dat is allemaal landerij geweest en tuinderij en dat is allemaal vertrokken nu, hè. We hebben hier op Pernis een hoop verenigingen. Dat komt omdat we hier op Pernis een hoop kerkelijke richtingen hebben. We hebben hier 7 kerken. En iedere geloofsrichting heeft zijn eigen verenigingen. Dat zijn allemaal kerkelijke verenigingen die er tezamen daardoor komt dat er zoveel verenigingen zijn.
Het is natuurlijk niet meer zo als vroeger. Het dorpelijke, daar ben je meer en meer kwijt. Want vroeger was alles, ja, je zat kort op elkaar. En die heb je nu nog wel. Je had veel meer gezinnen. Hè? En het was ontzettend met de behulpzame kant. Als er zieken was en andere dingen. Nou, dan leefde het heel de gemeente leefde mee. Hè? Maar dat is nu allemaal voorbij natuurlijk. Nou, het fijne van Pernis is, net zoals ik al zei straks, dat je een rustig dorp is het. Een rustig dorp. Hè? En ieder kan hier wel wat doen, want je hebt hier toch altijd nog een paar voetbalclubs. En je hebt een zwembad. En je hebt bejaardensozen en verschillende zangverenigingen. En ja, een clubs. Voor iedereen is wat te doen. Hè? In 1934 werd Pernis hield op als eigen gemeente te bestaan. Omdat wij geannexeerd werden door Rotterdam, gingen wij over naar Rotterdam. Voor de bewoners zelf gaf het weinig verschil. Alleen de gemeenteraad, althans de wijkraad die het toen werd, want er werd het een wijk van Pernis, van Rotterdam, moest toen verantwoording afleggen aan Rotterdam. Dat was het nadeel. Maar voor de rest veranderde er weinig. Er is weinig stank en met een noordwestenwind, dan ligt Pernis er wel onder. Maar nogmaals, de schoorstenen zijn zo opgetrokken dat het over ons heen trekt. Echt waar. Maar het is wel raak geweest hoor. Dat kan gerust zeggen van 20 jaar geleden. Maar ze zijn meer en meer zijn ze op milieu gaan letten, nietwaar. En de Shell heeft daar altijd mee gedaan, want die heeft zijn schoorstenen verschrikkelijk verhoogd. Ik voel me hier wel veilig, ja. Ik werk zelf op de Shell. Ik denk dat je daar meer gevaar loopt dan dat je hier zit. Kijk, je werkt er zelf. Je weet hoe de veiligheidsmaatregelen daar zijn. En als er maar zo'n klein vuurtje is, dan rukt gelijk alles al uit. Ja, ik voel me hier wel veilig. Nou, ik denk toch in de oog op de toekomst. Ik denk als er is wat gebeurd met de Shell, ik denk dat je hier, hier slecht, denk ik. Als er een brand uitbreekt of valt er een bom op of zo, wat dan ook, dan zit je slecht hier, denk ik. Pernis is op zichzelf een leuk en gezellig dorp. Dus ja, het enige nadeel is misschien niet voor mij persoonlijk, maar voor sommige inwoners wel dat Pernis vrij ingesloten ligt. Aan de ene kant door de petrochemische industrie en aan de andere kant door de havens. Dus wanneer er eventueel eens ooit een calamiteit zou komen, wat we nooit hopen, zitten we natuurlijk wel ineens met een vluchtroute.
Die zit maar aan één kant, dat is naar de Vondelingenweg, de spoordijk zoals wij dat noemen. Dat is de enige vlugroute, maar stel dat daar een calamiteit gebeurt met een trein die daar passeert. Ik weet niet hoeveel aantallen per dag met chemische troep en alles. En met olie, dan zijn wij afgesloten, moeten we via het water terug. En dat is de vraag of dat ooit goed loopt, zoiets dan. Nee, ik voel me niet in Penisum veilig. En de meeste inwoners ook niet. Want ik geloof wel dat er een heel goed rampenplan ligt ook hier voor Penis. Dat is wel een ding dat zeker is. Alleen, het moet getoetst worden dadelijk aan de werkelijkheid of het haalbaar is wat er allemaal in zijn rampenplan staat. Nou, je hoort wel eens over rampenplan praten, maar daar weten we niet veel van hoor. Nee, we hebben er wel eens een schrijver van gehad van Rotterdam, hè? Van de rampenplan, ja. Maar dat heb je dan gelezen, maar ja, je voelt je veilig, hè? Er is nog nooit alarm geslaan dat we op de vlucht moeten. Echt niet, dat we moeten wijken. Onze vereniging, de Snelvlucht, bestaat 43 jaar. Hier bedrijven wij onze hobby, dat wil zeggen het verzorgen van de duiven. En zomers met de vluchten, het opvangen van de duiven, het klokken van de duiven. En als dat gebeurd is, gaan we naar onze vereniging. En daar wordt de rest gedaan door alle heren die daarin thuis zijn, die dat uitrekenen en onze prijslijsten maken. Dit zijn de vrouwen. Dat zijn de vrouwen, de duivinnen. De duivinnen, ja. Dat zijn de duivinnen. Ja. En die duivinnen die blijven nu apart zitten en die komen dan, ja dat varieert dan per liefhebber, maar gemiddeld is het zo februari, maart worden ze gekoppeld met de dochters voor de jongen en dan zit je weer net voor het vliegseizoen. En nu ligt het stil. Het enige wat we dus nu hebben in de wintermaanden, dat is een tentoonstelling en af en toe is een feestavondje. En april gaan we weer starten. Wij hebben hier geluidsoverlast van de ECT. Daar hebben we wel last van. Als je over lawaai is, daar komt het meeste vandaan. Ja. Wij hebben daar 's nachts het meeste last van. Als die containers uit de kraan vallen, dan hoor je wel eens een klap, ja. Wij hebben boven aan het huis hebben wij dubbel glas, maar beneden hebben we niks. Niks speciaals ervoor gedaan. Ja, we hebben daar een scherm staan. Maar voor de rest echt speciaal voorzieningen, nee. Maar ik denk als je aan die kant ook langs de snelweg, dat je er meer last van hebt. Last heb ik niet zo erg, maar er is er wel. Er is wel lawaai. Want het is natuurlijk de Benelux-tunnel. Zomers als we buiten zitten, dan hoor je het erg veel. Maar als je binnen bent, niet. We hebben allemaal dubbelverglazing. En dat is natuurlijk wel voor eigen kosten. En we hebben helemaal ook geen moeite gedaan hoor, om dat te krijgen. We hebben dus wel moeite gedaan om die scherm te krijgen. Maar dat is uiteindelijk niet wat we hadden verwacht. Mijn grootvader is hier begonnen als agrariër. Agrariër is tegenwoordig een deftige naam, dat wil zeggen landbouw en veeteelt. Daarna heeft mijn vader dat bedrijf overgenomen. Ja? En weer daarna
heeft de zoon, dat ben ik zelf, overgenomen. Ja, en zodoende, ja, zit ik hier op deze boerderij. Mijn kinderen, dat is jammer genoeg, ik heb geen opvolger. Want de oudste zoon is in de zesde. De tweede dochter is directiesecretaresse. En de jongste zoon zit op de grote weg met de truck. Dus alles bij elkaar gevat, heeft dit bedrijf geen voortgang. Het land is weg, alleen de boerderij die staat er nog, het huis. Maar dit moet erbij zeggen, er werd niet veel meer gebouwd, dus veel jeugd, onze kinderen, laat me nou zeggen, moesten Prins gaan verlaten om ergens elders te wonen en te werken. Prins is wel wat aan het vergrijzen, dat is volkomen waar hoor. Prins is wel wat aan het vergrijzen, dat is zo. Nou, de ideaalste plaats om gebouwd te laten worden, dat is de plaats waar we hier op staan. Dus de gasfabriek, hierachter. Die wordt afgebroken en die zit op een schopstoelcontract. En dit is de stilste plaats in het dorp. Nou, als ik een woning zou willen vinden hier in Pernis, ik denk dat het weinig kan verslagen is. Omdat er zoveel vraag is hier in Pernis en weinig aanbod. En de meeste oude mensen blijven hangen, dus ik denk dat er weinig woningen vrijkomen. Nou, er wordt niet veel meer gebouwd omdat namelijk vanuit het verleden de Rijnmondraad besloten heeft, in verband met de zonering, om voor ons te denken dat wij hier in een slecht milieu wonen. De zonering houdt in dat de Rijnmondraad heeft toen een straal van 1,5 kilometer om de bedrijven heen getrokken. En men heeft daar gezegd, nou, die zijn milieubelastend. En vanuit dat oogpunt hebben ze gewoon gezegd, nou ja, er wordt niet meer gebouwd. Nou, de wijkraad die zegt gewoon, in verband met de verpaupering en vergrijzing van het dorp hebben we dus echt woningen nodig. En wij adviseren dus ook de gemeente Rotterdam in het bestemmingsplan om woningen te bouwen. De gemeente Rotterdam is een volle voorstander van het uitvoeren van het bestemmingsplan. Maar de Rijnmondraad, die beslist er weer, en de Provinciale Staten. In de loop der jaren zijn er verschrikkelijk veel zaken gesloten. Eigenlijk de driekwart van de middenstand is reeds vertrokken. Wat zijn dat? Dus ook concurrenten. Een verfzaak, een verfbouwzaak, kruideniers, bakkers. Vroeger waren hier 7 bakkers, nu zijn er nog 3. Wij willen deze zaak gaan sluiten 28 januari. En de reden dat wij gaan sluiten is... niet zo eenvoudig. Punt 1, het personeel is moeilijk te krijgen, technisch personeel. Plus dan toch wel het afzakken van het dorp zelf. En daardoor werd de omzet wat minder. Nou, we blijven optimist. We zijn een beetje stijfkoppig, dus we gaan gewoon door met plannen te ontwikkelen. Dit bestemmingsplan loopt over enkele jaren toch weer af, dus er moet weer een nieuwe bestemmingsplan komen. Dus we blijven altijd op huizenbouw hameren. Oh.
Ik wil dat nog zeggen, het wapen van Pernis is en blijft een ploeg en een vis. Al is het industrieplaats, maar het blijft een ploeg en een vis. Ja, Pernis is toch een eigen woongemeenschap. Het is hetzelfde als met de Heiplaat. Het is een eigen woongemeenschap die toch een beetje op zichzelf aangewezen is. Bij sommige dingen besluiten, alle bestuurlijke besluiten, zijn we wel voor Rotterdam afhankelijk. Maar voor de rest is Pernis toch nog een eigen woongemeenschap. Er is nog een bepaalde saamhorigheid hier zo. Vooral bij de autonome bewoners, de oude kern dus. Pernis zou ik willen typeren als een rustig, gezellig dorp. Geen extreem gekke dingen gebeuren hier. Het is rustig wonen hier zo.